Welkom bij deze serie over de astrologische principes, waarin we ze gaan bekijken vanuit een ander perspectief. Er is namelijk zoveel te vinden tegenwoordig over astrologie, en we hebben overal wel een oordeel over over ieder sterbeeld. In deze serie wil ik je mee gaan nemen om te laten zien hoe je dit ook vanuit een ander perspectief kunt gaan bekijken, en die reframe hebt zodat je ook kunt zien waar de talenten en de krachten liggen van ieder teken. En tegelijkertijd waar ook de scherpere randjes zitten. We zijn inmiddels aangekomen bij het laatste teken van de dierenriem en dat is vissen. Waar de ramenergie, de start van de dierenriem, het begin van het astrologisch jaar, is heel enthousiast. Is een kinderlijke energie, is stuiter, stuiter heel veel passie, heel veel vuur. Vissen daarentegen is heel rustig, want het kan zich inleveren in alle elf Eerdere sterrenbeelden. Het snapt heel goed waar alle sterrenbeelden geweest zijn en gaat vervolgens veel meer die reis naar binnen maken. Vissen is het meest empathische teken van de hele dierriem. Het is zo intuïtief, het, is zo, het kan zo goed invoelen dat, dat je haast kunt intappen op niet alleen op de energie van iemand anders, maar ook op wat er in zo'n persoon leeft en soms zelfs gedachten of emoties die jij kunt gaan overnemen. Dit is wel het teken wat heel snel overprikkeld is, juist door die gevoeligheid. Want jij gaat mee in de emoties, in de gevoelens van anderen, waardoor anderen zich heel erg op hun gemak voelen, door jouw zachtheid, door jouw empathie. Je hebt compassie voor iedereen. Jij accepteert iedereen. En dat is heel prettig voor degene die jouw energie ontvangt. En tegelijkertijd is het ook voor jou heel belangrijk, omdat je een soort van emotionele spons bent, dat je niet droog, hè, een droog spons, in het water gaat. Dat je niet naar buiten gaat klaar om alles in je op te zuigen. Maar dat je dus heel bewust bent dat als jij naar buiten gaat, als je je begeeft onder andere mensen, dat jij jezelf al op hebt gevuld met jouw energie. Zodat er wel nog een klein beetje van andere mensen bij kan, maar dat ook weer makkelijk los kan laten. Door jouw zachte energie ben je ook in connectie met. Het hogere. Met het universum. Je bent ook iemand die boodschappen doorkrijgt. Die een soort kanaal is. Om... Ja, om eigenlijk het ontastbare... Om daarmee in contact te staan. En het mooie is dat jij niet zozeer woorden nodig hebt... Om dat een andere uit te leggen. Of, of woorden om dingen te verklaren. Jij kan op een hele... Zachte en vriendelijke manier dat overbrengen. En heel vaak gebeurt dat ook door middel van artistieke uitingen of door uh, poëtisch. He, dat je. Jij hebt geen. Hele proza's nodig om jouw. om jouw visie te delen. Om, om te delen wat jij voelt. En dat is oké. Okay. In een wereld waarin we. Heel veel input hebben om ons heen, waarin het lijkt of iedereen maar harder aan het schreeuwen is en, en meer aan het doen is. Wat voor jou juist belangrijk is, is om je te richten op waar jij blij van wordt. Op te richten op, op het mystieke stuk, op muziek, kunst, op creatieve en artistieke expressie. Omdat jij dus zo intens voelt. En niet alleen aanvoelen, maar ook letterlijk waarschijnlijk in jouw lijf heel veel gebeurt en heel veel voelt. Bestaat er ook een schaduwkant waarin, omdat er zoveel binnenkomt, dat je jezelf gaat, gaat afzonderen en dat je jezelf gaat verdoven? En bij verdoven bedoel ik niet alleen letterlijk verdovende middelen zoals alcohol of drugs, maar ook eten. Heel veel suiker eten verdooft ons ook. Uh, uren op Netflix zitten verdooft ons ook. Ik wil niet zeggen dat dat niet mag, dat je dat allemaal moet laten. Maar vissen is vaak iets verslavingsgevoeliger, omdat alles zo, zo intens binnenkomt. Dat je graag de scherpe randjes eraf wil halen. Maar wat er gebeurt als de scherpe randje er een beetje af is, dan is de rem weg. En dan zijn de, de, de floodgates, zijn zeg maar open. Dus het is dus heel belangrijk voor jou om genoeg tijd alleen door te brengen. Jezelf opladen. Je batterij weer aan laten vullen, omdat... jouw krachten... jouw intuïtieve krachten... zijn zo sterk... die hebben tijd nodig om op te laden. Net zoals letterlijk je telefoon... die ook één keer een zoveel tijd... aan de oplader moet... moet jij ook aan de oplader. Maar wat is dan jouw specifieke oplader? Voor jou is het dus zo belangrijk... om te gaan onderzoeken... wat is mijn oplader? En waar zit die oplader? Is dat... In de natuur? Is dat juist een comfortabel plekje in mijn huis? Vol met kussens en zachte dekens? Is dat een plek die vaak wisselt? Of is dat juist een plek waar je blijft terugkomen? Ik, ik zie nu ook een hutje, in de voor, een hutje op de hei voor me. Waarin je kunt terugtrekken. Letterlijk de deur achter je dichttrekken. Natuur en ook dat beschermde kokonnetje, Want dat is heel belangrijk voor vissen. Dat, dat je dat kokonnetje Bewaakt. Dus enerzijds lekker in je kokon kunnen stappen, maar het ook niet gebruiken als soort van panserschild van. Ja, maar jij blijft gewoon buiten. Ik hoef dat allemaal niet. Want dan ben je ook niet vervuld. Dus het is voor jou heel belangrijk om te zoeken naar de harmonie tussen in mijn kokonnetje om op te laden en tegelijkertijd ook een kanaal kunnen zijn voor jouw intuïtieve krachten zodat je anderen daar ook mee kunt helpen. Want daar zit juist ook jouw kracht. Maar weet ook dat de manier waarop jij jouw business runt, de manier waarop jij in het leven staat, is heel anders dan het grootste deel van de maatschappij is ingericht. Er zijn van ieder sterrenbeeld ongeveer evenveel. Niet helemaal waar, maar ongeveer. Dus er zijn ook heel veel vissen. Maar heel veel vissen leven als. Hele andere sterrenbeelden, omdat de maatschappij niet in is gesteld op deze zachtheid. De maatschappij is niet ingesteld op het voelen, op het empathische stukje, op compassie. Waardoor je wellicht regelmatig voelt dat je niet begrepen wordt, maar weet dat de zachte manier waarop jij dingen aanpakt en jouw gevoeligheid voor bijvoorbeeld het lijden van andere mensen, dat is ook. Wat jou maakt dat wie jij bent. Dus dim je licht daarin ook niet. Ga jezelf niet verschuilen achter hele praktische dingen. Maar zet deze energie ook op de voorgrond. En laat ook zien waar jouw krachten zitten. Laat zien waar, waar die zachtheid zit. En belangrijk daarin is hoe meer jij daar ook jouw plek in neemt. Dus hoe meer je ook laat zien, dit zijn mijn grenzen. Want dat is natuurlijk heel belangrijk. Dit is mijn kokonnetje. Dit is wanneer het prettig voelt. Dan zul je dus merken dat mensen jou ook. wellicht nog niet beter begrijpen, maar meer ruimte kunnen gaan geven. Omdat ze dus weten: oké, okay, ik mag hierin bewegen. Dit is mijn water. Dit is natuurlijk een waterteken. Dit is mijn water. Hier kan ik me vrij in bewegen. En ik kies ervoor wie ik in dat vijvertje toelaat. En wie ik er ook weer uitzet. Als waar heb je een reiger aan de kant staan? De reiger zijn jouw zijn jou, uh, jou grenzen. Dat de reiger precies iemand uit je vijver kan halen als het nodig is, en nu weg, want het is nu klaar. Dus zorg er ook voor dat je daar duidelijke grenzen stelt, duidelijk op je strepen gaat staan en zegt: Ik ben zachtaardig, ik, ben, ik heb veel compassie. Maar hier stopt het, want nu kom je in mijn personal space, mijn personal energy. Dat gaan we niet doen. Ik hoop dat je na het horen van dit ook beter begrijpt dat dit jouw pad is. Dat je nog beter begrijpt dat dit is wie jij bent. En dat je voor niets of niemand hoeft te veranderen. Maar dat hier ook jouw kracht in zit. Dat hoop ik echt dat je meeneemt. En wil je nou meer weten over. Wat, nu, wat ik nu allemaal precies gezegd heb. Download dan het gratis e-book. Dat vind je hieronder. Of je vindt het in de show notes van de podcast. Want ik daag je echt uit om hier wat verder en iets langer bij stil te staan. In stilte, helemaal voor jou als visser. Om dus te voelen wat dit met jou doet. En welke aspecten heb jij al naar voren laten komen van jouzelf? En welke aspecten zijn toch wat. Meer weggeduwd, die jij nog meer naar voren mag laten komen. En ook met een stukje verslaving, waar zit jij op dat spectrum? Wat voel jij wat die pool is en hoe je daar meer, meer harmonie in kunt gaan brengen? Laat me ook vooral weten wat jouw inzichten zijn. Je kan het hier onder de video laten weten of stuur me een DM op Instagram, want ik vind het heel interessant om te horen. Wat er bij jou is aangezet, hoe dit bij jou valt en welke stappen je gaat zetten. Welke shifts voel jij nu al zodat je nog meer in deze mooie energie mag gaan zitten?